Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Kev Rides. Like en subscribe op Sinusaurus. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. En vandaag zijn we in Tilburg op de Tilburgse kermis. En het is vandaag Grosse Maandag. Zin in. Nou, we staan voor het eerst, mensen, we maken de opening mee. Of het is een soort van opening van de stoet van de Grosse Maandag. En je ziet al overal leuke roze ballonnetjes. We hebben er allemaal eentje. Vanavond vliegen we er zo mee de lucht in. Zo, hup. Oh, ook al weg. En we gaan deze natuurlijk aan het einde van de dag weer even opzuigen. Weer een lekker gek stemmetje opzetten. Net vorig jaar. En we gaan ervoor, mensen. We staan op Tilburg. Op de Tilburgse kermis. En het is de eerste Tilburgse kermisvlog. En daar gaan we wat leuks van maken vandaag. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Want ze hebben wel heel erg veel regen voorspeld. Maar ja, daar is de lucht wel mooi. Daar is het wat minder. Dus ik hoop dat het een beetje te doen blijft vandaag. Maar we hebben paraplu's mee, dus we gaan het zien. Er lopen hier zoveel homo's. Oh, wacht even. Ja, dat kan wel. Het is hier zo roze. Het is hier nog nooit zo roze geweest. Het is hier nog nooit zo roze geweest. Gino! Hi. Hi! Mooi kroontje! Ja, weet ik. Kroontje, hier! Oh, dat is echt wat voor jou, Jolie. Dat is voor jou. Een kroontje! Queen, die moet jij opzetten, Rob. Nee. Dat doe het. Nee. Doe het. Ga maar haar in de war. Kijk hoe gezellig. Alles roze. Het is zo gaaf, even serieus. Als je achterkijkt, overal al die roze zonnen. Daar. Maar bekeken. Goed bekeken wij. Je hebt nog nooit zoveel bekijkt, Katje. Dat ook weer zo'n queen. Zo, lekkere jongens spotten vandaag. Ben ik goed in? Ja, hallo? Ja, we gaan niet met de stoep meelopen, want dat vinden we een beetje te druk. En ja, voor mij is niet heel veel aan, het is gewoon lopen. We lopen gewoon lekker tussendoor, lekker naar de kermis toe. We lopen dus steeds maar doorgaan de weg, liever. Dus we moeten het echt maar aan. Jij ook wel? Nee. Ja hoor. Ja hoor. Doe het, Julie. Of ja, Julie. Ik krijg het niet. Justin! Hi. Waar ben jij geweest? Hoe bedoel je? Je bent zo lang niet in mijn vlog geweest. Nee, dat klopt. Maar nu ga ik steeds vaker komen. Waar ja. Maar dit en je hebt ook een dildo. Ja, dat klopt. Lekker, dat heb ik gekregen van de man. Oh, lekker. Van de man ook wel gewoon. Nou mensen, ik ben homo, kijk maar. Ja? Ik ben nog nooit zo shook geweest. Wat zei je nou? Shook. Shook. Ja. Ik heb helium en het klinkt gewoon zo raar. Het klinkt zo raar. Wat is dat? Nog even nog meer homo. Dan heb ik twee keer homo, kijk. Nog nooit zo homo geweest. Maar maar even denk, hey Gino, laat even zien. Kijk, hij heeft gewoon een dino. Een dino cannon. En een bungee jumper. Hoezo? Ja, Gino gaat volgende keer bungee jumpen. Dan ga je nog een ander keertje zien. Maar. Flint, op Hallo, ik ben Flint. Ik ben Flint. Ja, ik ben Flint. Precies dezelfde stemmetje. Een chipman. Een chipman. Een chipmunk. Opstijgt deze ballon helemaal leeg. Opstijgt deze ballon helemaal leeg. En Gino doet hij wel net zo jou. Dat is zo vanwege. Ja hoor. Laat Justin één keer doen. Ik wil nog met Justin nog. Dan heet je zijn oude stemmen terug. Ik moet Samson. Jij doet Samson. Hij kan heel goed Samson daar doen. Doe één keer normaal en dan één keer met helium. Magertje. Nee, ik kan niet meer zoeken. Magertje. Magertje. Moet iemand nog? Ik werk bij hem niet. Moet ik zeggen dan? Hi all the time. To keep you on my mind. Ja, maar je moet het inademen. Zo. Hoezo? Weet je hoe fijn het is? Hoezo? Ik kan nooit Hallo? Ik ben nog nooit zo nat geweest. Nooit zo nat geweest. Ja, dat gaat heel, heel snel uitwerken ook. Nee, bij jou niet? Ik ben bang dat eigenlijk mijn normale stem nooit meer nooit meer terugkomen. Want ik stop nu met contact. Ja, dat heb je wel eens. Zo klink ik ook als ik seks heb gehad. Zo. Met wie? Met mezelf. Like en subscribe Kev Rides, maar ik heb nou mijn t-shirt niet aan. Hallo? Mijn zus ging pindakaasgroepjes maken, mislukt. Jij bent ook mislukt. Toeteren, godverdomme, hè? Hallo?
Ja, dat is toch niet normaal? Ga gewoon toeteren. Hallo? Godverdomme. Ja, godverdomme. Godverdomme, het is toch niet meer normaal. Oh, Hanna betekent familie. Oh, familie betekent als dat. Oh. Oh. Doei, pens. Sydney. Hallo, bij Sydney. Ik voel een boer daar. Hallo, mijn naam is Cindy. Ik ben op de. Nou, laat me zitten. We moeten daar langs, ik krijg nog iets. Wat is daar dan? Oh god, mijn stem komt niet meer terug. Ik krijg nog iets. Ik wil dat hebben. Ik weet niet wat het is, maar ik wil het hebben. Ja hoor, daar zijn we weer. Nou, dat was de Helium Party voor vandaag. We gaan vandaag ook allemaal attracties doen. Hier staat er eentje. Eclipse! En die kennen jullie waarschijnlijk nog van vorig jaar, denk ik wel. Dit ding is zo fucking vet. Het is echt, hoe hoog is die? 40 meter hoog zo. En dan gaat hij zo over de kop door het station heen en zo. Heel heftig apparaat. Nou, het is gewoon een schoolbus. Het is gewoon een schoolbus. Ik ben 5 jaar niet meer op school geweest. Ja, net nou, eventjes lekker Desperado gehaald en het feest kan beginnen. Het is nog niet eens 10 uur ochtend. Dat is echt zo waar. Ja. Mensen, daar gaan we dan. We gaan in de spinning coaster. Hier op de Tilburgse kermis. Zin in! Ja hoor! We gaan in de spinning coaster XXL. Wow. Ja, hij is echt een hoor. Holy shit. We gaan omhoog. There we go. We gaan zo hard spinnen. Nog nooit zo hard gespin. Woe! We gaan hoog. Heel de kermis zien hier. Ik ben er nooit zo hoog geweest. Nog nooit zo hoog geweest. Ah! Ik ben nog niet eens begonnen. Hè? Oh my god, kijk op die kermis. Oh, daar gaan we. Oh, en in één keer zit ik aan de andere kant. Ja, echt, je zit helemaal daar ineens. Oh, kom op, het gaat niet meer. Wat een kudding dit dan. Huh? Oh, nee, we gaan spinnen. Fuck! Nee, oh, nee, dat is hier nog niet. Ah, speldbom. Hij is Belbog! Hi! Hou ze bij! Ik zie er helemaal van! Woe! Woe! Dit is helemaal fijn, hè? Oké, nou gaan we spinnen, fuck! Echt? Ja. Oké. Oh nee, oh nee! Oh my god! Oh, ik kan niet meer. Er was er meer, help! Er zit Alessi en Dino in. Ja, gaat zo op mijn rijden. Dit is daar. Blaas hem op. Nou mensen, dat was de spinning coaster XXL. Hij is super vet. 5 euro vind ik wel duur. Ik vond het wel een beetje te duur eigenlijk voor wat je krijgt. Het is een leuk spinning coaster, maar het is natuurlijk nooit zo leuk als het bijvoorbeeld Crush Coaster vindt. En als je denkt, wat heb je op zijn lippen zitten? Hoi! Gezellig hier. Mijn lippen zijn droog. Niet dat je denkt dat hele rare dingen, mijn lippen zijn droog. 10 euro! Alleen hier te koop, 10 euro voor een shirt. Maar een rit hier kost
4 euro, dat valt best mee. 4 euro voor een booster valt mee. Hier staat weer mensen bij Papapraat van de kermis. De Ghost Rider. En ik ben zo blij dat ik weer terug zit in Tilburg. Ik ga samen met Justin erin. Ik lijkt me echt eng eigenlijk. Wordt jouw Ghost Rider ontmaagding? Ja, nog nooit in geweest. Voor een kaartje kopen. Ja. Nou, met de Ghost Rider. Ik heb mensen alleen die achterwand al hier ook van de Ghost Rider. Is zo vet. Huh? Ik heb hem een keer gezien zonder decor. Kan dat? Nou, hij heeft hier. Oh wow, mijn haar. Ik schrik gewoon van mijn eigen haar. Gisteravond ben ik hier ook weer geweest. Zonder te filmen. Hij draaide een beetje matig. Ik bedoel, het ligt me net aan wie er achter de knop zit natuurlijk. Maar dat is toch wel echt mijn fapapparaatje van de kermis ook wel hoor. De Ghost Rider. Echt, echt, echt een topapparaat. Als je nog naar de Tilburg kermis gaat. Hij staat hier nog een week. Ga er sowieso in. Echt een aanrader. Hij is al 4 euro. Maar daar gaan we. Woo!
Hij is vet, hè? Super gaaf. Nou, zussen en jullie gaan gewoon nog een keer. Ik ben gisteren natuurlijk al een keer geweest. Volgende week weer een keertje. Kijk wat een prachtige flamingo's, dat zijn echt leuk. Die wil ik. Ja, die wil ik. Maar in de tuin natuurlijk, de buren zullen stinken. Flamingo's. We gaan hierin, in de experience. En hier ben ik al in geweest, in Helmond. Maar we gaan gewoon nog een keer, omdat die leuk is. En hier is maar 10 euro. Oh, daar zitten we met jullie, in de experience. Oh my god. Oh, andere kant, oh, we gaan achteruit. We hebben de flamingo's dan weer met een feestje maken. Ja, maar, ik denk Roze Maandag, of niet? Roze Maandag, flamingo. Hij is lekker soepel, zeg hé. Daar gaan we weer. Tada, tada. Hij is zo vet, mensen. Echt serieus. Hij is echt heel gaaf.
dit is het beste ritje wat ik tot nu toe heb gehad in dit apparaat. Derde keer nu, één keer Helmond, één keer in Tilburg vorig jaar. Hij was echt heel mooi, heel fijn. Mensen, hier hebben we weer de tsunami. Die zijn we natuurlijk laatst tegengekomen in Best was die. En dit is een heerlijk zaakje, mensen. Ja, een beetje een soort van, Talokan, hè. Maar ja, dan beter. Alleen vind ik Talokan wel mooier en een fijner ritje. Maar ja, deze is wel heel soepel ook. Kijk, daar ga ik dus gewoon niet in. Nooit meer. Ready. Ready. Eén keer nog, gaan we dan. Nou mensen, hier staat zonder grap, ik denk wel de mooiste kermis wildwaterbaan die er is. Cool. En wat heb je nou, Justin? Die heb ik gekregen. Ja, die zou je wel nodig hebben, hè? Ja, dat, ja, dat dacht ik al. Ja, ik vind hem super. Hij ziet er super uit. Watereffecten, alles erop en aan bij deze attractie, mensen. Moet je kijken. Die stelletje gek, Jolie en Justin, die gaan hier gewoon in. Hun zijn gestoord. Als je levensmoe bent, moet je vooral hierin gaan zitten. Oh. We zitten in ieder geval in die... Zo, we gaan heel ver voorover. Maar we zitten in die... Hoe heet het? Ja, hoe noem je zo'n ding eigenlijk? Arantje. Ja, maar zo vinden het eigenlijk niet. En dit is blijkbaar. Ik kijk nu naar beneden. Ja. Echt niet over. Als je een beetje voorover buigt, voor je dat karretje ook. Kijk, zo. Even kijken waar staan mijn huis ergens. Daar, bij de kern zit er. Dat zie je niet. Waar zou de Efteling staan? Die staat dan... Ja, geen idee eigenlijk. Maar we zitten er al even in, maar blijkbaar filmde ik niet, dat is zonde. Hier beneden staat Kevin. Ja, dat was hem. Nou mensen, we gaan in Eclipse. Ik kan helaas alleen maar vooruit filmen, want die beugel zit zo raar dat ik niet elke keer zo kan... Nou, ja, het kan wel, maar... Ja, ik kan goed, handjes omhoog. 2, 2, 1. Oh, is nou wel verschrikkelijk. Ik wil naar de wc! Nu al? Doe het gewoon. Kan gewoon. Nee. Oh. Ik ga gewoon weer een blackout krijgen, gewoon weer. Ja, die ga je zeker krijgen. Deze is heftig hoor, daar ga je nog raar van staan kijken. Oh my god. Dit is niet waar je het dan bij kan krijgen. Woehoe! Ja hoor, zegt hij dan. Hij moet even warm worden. We zijn nog niet eens op de helft. Rennen! Niet eens op de helft. Rennen! Blackout! Oh, dit is zo heftig. Let maar op, schat. What the fuck? Oh my god. Ik zie daar al sterren van mogen, serieus. Nu al? Ja. En de rest is net begonnen.
Het wordt alleen nog maar heftiger straks. Nee. Dan gaat hij de grondrem erop en ga je ondersteboven door het station heen. Dat was wat ik bedoelde, ja. Waarom is dit legaal? Waarom is dit legaal? Ik ben zo duizelig. Ik zie sterren. Ik ben zo duizelig. Ik zie heel veel sterretjes nu. En nog een vliegje. Ik moet kotsen. Kotsen ook. Oh, mijn ballen, jongen. Ja, die zitten er straks niet meer. Ja, Soegabe! Is dit een vliegje in ook? Hey, Eclipse mensen. Met achterwand. Dat staat hij niet vaak. Maar dat was hem. Je hebt een onderrijd kunnen zien. En ja, hij was weer heel heftig. Gonderen erop, weet je wel. En op zijn kop door het station heen. Zowel achteruit als vooruit. Het was gewoon heel heftig, maar heel gaaf. Met Justin? Ja, het zat een vliegje in mijn oog midden in die rit. Jammer hoor. Maar het was wel vet, hè? Dan wel. Al heel begin kreeg ik als de, hoe noem je dat, sterretje in je ogen. Ja, dat krijg je zeker in dat ding, ja. Ja, maar daar is het ook voor bedoeld, dat is juist gaaf. Ja. Nou goed, wil je een off-ride van dat ding zien? Staat sowieso op mijn kanaal, misschien dat ze nog even doorlopen. Maar nu staat hij weer even stil dat er geen mensen in gaan. Dat is heel vaak om een kermis zo heel vaak stilstaan dat er niemand ingaat. En nou schijnt het zonnetje weer. Dan weer regen, dan weer zon. Heel apart vandaag. Mensen, ik zie weer ijs. Ik heb gelijk ijs gehaald. Citroen en smurfijs. Ik ook. Oh ja, maar dan anders. Geen idee wat het is. Schijnt een van de beste te zijn hier in Tilburg. Dus ja, dat moet ik natuurlijk wel eventjes uittesten. Ik ga lekker warm eten. Ja, mensen, wow. Een hoedje. Staat Jumper Jumper en mijn fanapparaatje ook weer, propeller. Maar hier draait hij wel voor een stukje duurder, kijk eens even. 5 euro, is wel een stukje duurder. Overigens, de Jumper Jumper is ook 5 euro. Dat vind ik wel een beetje heel erg duur, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is natuurlijk een roze maandag, dus ik denk dat het daarom ook wel druk is. Zie dat? Skateboard aan de onderkant van dat ding. Skatejumper, hè? Nieuwe naam. Justin! Dat zit hij hoor. Kijk Justin, hij komt al Volca Marina 10.0.
Vegas bij je en de spinning coaster. Daar gaan we aan het einde van de dag even terug naartoe. Nu gaan we onderweg naar, ik denk Air of zo. En Kermis FM Studios. Kermis FM Studio! Joe! Zwaai even, ze zwaaien niet eens, hoe lullen. Het zou zo mooi zijn als Justin nou even zijn stem kan doen hier. Kijk, hoi! Perception! Doe even je ding! Doe het! Air mensen, holy shit! Hier kwam ik ook mee een beetje voor. Want deze attractie die wilde ik heel graag doen een paar jaar geleden. En nu is hij de tijd niet meer in Tilburg geweest. En nu staat hij er weer. Eigenlijk een soort sauwmachine. Maar ja, dan hoger en anders. Ja, hij is net iets anders, maar hij lijkt er een beetje op. Maar we gaan er zo in. En ik ben heel erg benieuwd hoe die is. En daar gaan we mening zo over horen. Hey! Gaan we! Eindelijk in de air! Yes! Zin in! Yes, there is a business that you can enjoy! Oh.
centrale woont. Waar de kerncentrale woont, ja, hier, hoor. Ja, precies, centrale woont. Waar is de Efteling? Yes. Waar is het? Ik weet het niet. Er is een gratis regenboog daar in de verte. We zien precies wat dat is, een of andere tower. Net als in die Gladiator geweest, heel vet, wel kort, maar ja, echt heel mooi. Het is echt alsof je gewoon zweeft over Tilburg heen, 62 meter hoog. Nou, breakdance mensen, deze vind ik echt gewoon niks aan, serieus. Ik vind deze niks aan. De Meijer, die helemaal achteraan staat, is veel beter. We gaan door naar Flipper. Ja? Nou, je achter hebben is een of andere virtual reality. Ik vind het sowieso dat wat ik in Walibi heb gedaan vind ik veel leuker. Ik ga ook over de kop en zo. Deze gaat niet over de kop. Maar we gaan zo in. Wat ding daar, Flipper. Deze van de finale! Ja! Oh. Huh?
aan mijn kop. Yeah.
Ja, dames en heren, en dan moet ik er toch even bij zeggen dat de dag hiervoor in de avond was er een veel betere show. Deze breakdance is voor, ja, in mijn mening in ieder geval de beste breakdance die er is in Nederland. En dat ga je nu ook zien. Deze breakdance is ook een beetje meer gemaakt, ook voor in de avond, qua lichtshow, effecten en shows. En daar laat ik nu een klein stukje van zien. Niet gekker worden. Loontje op stuk 3 keer 3 euro. Pijpen vanaf 5 euro. Nou, seks? Huh? Ja, mensen, wat een raar eind ook weer. Ik weet het. Ja, in elk geval, mensen, zoals je kan zien, ik ben weer vergeten een outro op te nemen. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog natuurlijk. De Roze Maandag Tilburgse Kermis vlog. Ik hoop dat jullie dus genoten hebben. Ik heb in elk geval heel erg genoten deze dag met de leuke, lieve vrienden die ik heb. En ja, tot de volgende vlog zou ik zeggen. Waarschijnlijk ga ik nog een keertje naar Tilburg. Dus er komt nog een klein vervolg aan. Ja, thanks for watching everyone. Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op dit kanaal. En dan zeg ik doei punt. En tot de volgende vlog. Dag.